dames en heren, van harte welkom voor de derde keer vanuit de Nieuwe Kerk in Katwijk. Hartelijk dank voor de reacties. Vorige week hadden we het programma over de zee. En de week daarvoor literatuur en improvisaties. En vanavond improviseren Hanno en Hugo en ik over passie en Pasen. Een rustig begin van het programma uiteraard. Met liederen als Jezus leven van mijn leven, Psalm 22. Het is middernacht en een lofprijzing naar het eind. Met onder andere geprezen zij de Heer en u zij de glorie. Maar de organisten zullen zelf hun programmapunten aankondigen. Dank voor de donaties en de banners die geplaatst worden waarmee we ons programma kunnen voortzetten. De eerste improvisatie is inleidend koraalspel. En die gaat over Jezus, leven van mijn leven. Geniet van het prachtige Van de Heuvelorgel in Katwijk met de organisten Hanno Bos, Hugo van der Meij en ondergetekende. Thank you.
Dames en heren, ik mag het programma vervolgen en ik ga voor u spelen een meditatie over Psalm 22. De psalm bij uitstek die alles met passie en Pasen te maken heeft. En daar wil ik voor u een mooi koraal van laten horen. Ik doe dat met de kromhoorn die aan deze kant zit en die gebruik ik op het onderste klavier. Een octaaf lager en dat maakt het heel erg sprekend. Psalm 22.
In de tijd voor Pasen er zijn er heel veel mensen die gaan luisteren naar Bach's, daar hangt die, prachtige Matthäus Passion. En daarin zitten een aantal van die hele mooie koralen, onder andere O Haupt vol bloed und wunden, O hoofd bedekt met wonden. En over dat prachtige koraal ga ik nu improviseren. Thank you.
Passie Pasen vanuit Katwijk. Ja, ik moet u heel eerlijk zeggen, toen het programma thema voorbij kwam, dacht ik meteen aan Pasen. Zet ik vrolijke nummers op zo'n reusachtig orgel. U voelt misschien een maar aankomen, dat klopt. Maar toen ik daar wat langer over nadacht, toen dacht ik van, wat is nog meer zo fantastisch mooi aan dit orgel? Ja, dat vind ik toch de verstilling door gebruik te maken van de strijkers en de fluiten van dit orgel. En zo kwam ik uit bij het lied, Het is middernacht en in de hof. En zoals u weet staan de helsfeiten niet op zich, maar in verbinding met elkaar. Zonder kerst zou het geen Goede Vrijdag zijn geworden en zonder Goede Vrijdag geen Pasen. En daarom wil ik in deze korte muzikale overdenking de verbinding met een ander helsfeit maken. U hoort dat vanzelf in korte fragmentjes voorbij komen. Ik zou zeggen, mediteert u met mij mee over Het is middernacht.
Beste mensen, geniet u ook zo vanavond van deze livestream die in het teken staat van Passie en Pasen. Het is heel mooi hoe vanuit de muziek, ook het Leidensevangelie, maar ook de opstanding van Jezus Christus, hoe dat goed te horen is in de muziek. Prachtig hoe de verschillende organisten ieder op hun eigen manier daar uiting aan geven. Hugo van der Meij als Katwijkse organist en dirigent. Hanno Bos, natuurlijk bekend als registrant van Martin Mans. En natuurlijk Martin Mans zelf. Martin en ik kennen elkaar al heel wat jaren. En daarom was ik ook heel blij dat hij hier weer in de nieuwe kerk van Katwijk een livestream wilde verzorgen voor u. En we hebben de afgelopen weken al genoten en vanavond weer. En ik zeg dat niet alleen omdat ik natuurlijk trots ben op deze kerk en op dit orgel. Maar ik zeg dit ook als wethouder van kunst en cultuur. Ik ben heel blij dat er hier een orgelcommissie is die concerten organiseert. Maar ook dat er organisten zijn die zelf dit orgel eigenlijk in de spotlight zetten. Want het is een prachtig orgel, internationaal ook bekend. En dat moet zo blijven. En we hopen natuurlijk dat daardoor ook zich een jongere generatie aangesproken weet. Zodat we de orgelmuziek voor Nederland kunnen behouden en verder buiten. En alles wat we daaraan kunnen stimuleren, ook vanuit de gemeente, maar ook vanuit Katwijkse bedrijven, dat willen we ook doen. En daarom ben ik zo blij met deze livestreams. En wil ik Martin bedanken en die Katwijkse bedrijven voor hun bijdrage, maar natuurlijk ook de andere organisten. En ik wens ze met het tweede deel van het programma nog heel veel succes. En u natuurlijk heel veel luisterplezier. Ja, een lied wat richting Pasen altijd wel weer klinkt, is Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Thank you.
volgende lied dat ik voor u ga spelen op dit mooie grote Van de Heuvelorgel met al zijn klankkleuren. Want u ziet het, er zijn heel veel registers die we kunnen gebruiken vandaag. En we hebben weer wat gevonden wat we nog niet eerder gebruikt hebben. En ik ga voor u spelen Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Prachtig bekend lied, wordt ook veel met kinderen gezongen uit de opwekkingsbundel. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Thank you.
En aan het bijna aan het einde gekomen van dit programma wil ik nog een prachtig loflied spelen. Het mooie orgel. En het loflied heeft ook alles te maken met Pasen, met de opstanding. En dat gaat over geprezen zij de Heer. En dat lied kent u natuurlijk wel. Daar ga ik lekker op improviseren. Ik gebruik de chamades als uitkomende stem. Daar hoort u dan de melodie. En we eindigen met een vol werk. Dank u wel. Dames en heren, we gaan het programma besluiten. En dat mag ik doen vanavond, mede namens Hugo en Hanno, met een improvisatie over U zij de glorie. Hoe kan het ook anders? Passie en Pasen begint vaak met die mooie Psalm 22 die we hoorden vanavond. En het is middernacht en dat eindigt dan ook weer bijna altijd met dat U zij de glorie, opgestane Heer. Een toccata in Franse stijl. Thank you.
het machtige uur zit de glorie, zijn we gekomen aan het eind van ons programma. Mede namens Wim en Ellen, Hanno en Hugo wens ik jullie een hele goede week richting Pasen. Altijd weer indrukwekkende momenten in de komende week. Zowel muzikaal als qua beleving van waar het verhaal over gaat. Dank voor het afstemmen. Iedere keer weer, wereldwijd. Vrienden vanuit Zuid-Afrika, Australië, Canada, Amerika, overal vandaan wordt gekeken. Maar natuurlijk ook heel veel mensen uit ons eigen Nederland. In tijden waar het soms best wel moeilijk is, als je ziet wat wij allemaal wel hebben en wat anderen niet hebben. Denk daar ook aan. Dank voor de donaties en de bedrijven die ons programma in stand houden. Voor morgen een goede zondag. Voor straks wel trusten. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.